Welcome, everybody, to the Survivor and Thriver podcast. I am your host, Jeremy Deal from JDP Capital Management. Today, we're in Amsterdam with our guests, Georg and Martin, two brothers who manage the Guardian Fund. I have known Georg and Martin for most of their journey in the Guardian Fund and really excited to have you all on today. Thanks. Nice to be here. So, Martin, you're a lawyer by trade, and Georg, you worked for a big bank before Guardian. How did you guys come together? Well, I think we were a business partner since we were a young, like 80 years old. We sold our paintings on Labor Day in Maine. We took the money to LLB in this country store and bought a professional bow and arrow. So bullseye. That was our first venture. So this is the 10th year of Guardian, and that means you started during a very special time. You started during the depths of the financial crisis. Looking back, it was a great time to start, but I'm sure it was extremely difficult to raise money. And can you talk a little bit about what it was like starting then and what was on your investors' minds? Yes, I started working as an equity analyst in September 2007, just before the first crack started happening in the financial system. So we bought a lot of stock for families. And then at the rebound in 2009, some of these families said, you know, why don't you do this full time for us, the investing? And as we worked for some European families with a longer horizon, they also understood there was an opportunity back then and things had a feeling things were cheap. So we just set up the fund and we started right after the crisis, actually in 2010. It was a good period. Yeah, so keeping your mind fresh, that's probably the most important part about being a successful investor is being able to keep your mind fresh, and everybody has to find their way of doing that. I know for me, I moved to Amsterdam from San Diego in 2017. I kind of wanted to broaden my perspective of the world, and it's a great international city to do that. Yes, it's true. We feel very fortunate to have Amsterdam as a base. It's a very comfortable city, and it's attracting a lot of international talent. Ja, het is een hele fijne plek om te werken. Tegenover de entree van het concertgebouw, midden in Amsterdam. We wonen hier vlakbij, we lopen of fietsen naar kantoor. Het voelt een beetje als een campus hier. Je komt allerlei mensen tegen op de hoek van de gracht. En veel klanten wonen vlakbij. Veel bedrijven waar we in geïnvesteerd hebben, ook start-ups, komen uit Amsterdam. Het kantoor is heel fijn. We werken hier met een ontzettend goed team. Met Martin, mijn broer, met Felicia, onze business partner. We krijgen hier heel veel jonge ondernemers over de vloer. De Universiteit van Amsterdam, de UvA, heeft een hele sterke, bijvoorbeeld master in artificial intelligence en machine learning. Waardoor Amsterdam in de komende jaren waarschijnlijk een van de hubs wordt op continentaal Europa voor dit gebied. Heel veel internationaal talent wat hier in Amsterdam aankomt. Dus dat is ontzettend interessant voor ons en heel inspirerend om die mensen te ontmoeten. Om misschien te kijken of we ze kunnen assisteren in het uitbouwen van een onderneming. Ja, we hebben een paar kleine dingen hier opgehangen die ons herinneren aan een paar kleine aandenkens. Cover van Barron's Magazine, net na de bodem van de financiële crisis. Het aandeel American Express was 70% omlaag toen. Ongelooflijk goedkoop moment om het aandeel te kopen. Hier. Kort krantenknipsel uit 2008, market crashes. Kleine herinnering dat elke dag het sentiment kan veranderen. En hier een spreuk die hing boven, boven de ingang van mijn grootvaders bedrijf. Dat de positie die een bedrijf nu heeft belangrijk is, maar de richting waarin het zich zal bewegen in de komende jaren nog belangrijker is dan de positie nu. Ja, hier op ons bureau staat een gesigneerd 50 euro biljet, gesigneerd door Warren Buffett en Charlie Munger. Het was op in 2008 waren Georg en ik op de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway. Het is een meeting waar misschien 30.000 mensen op afkomen, maar het interessante is dat het ook een plaats is waar binnen de value investing community bijna iedereen wel een keer naartoe gaat. En in de avond na het event
hadden wij een diner bij Gorat Steakhouse. En daar hebben we de tijd genomen om even met Munger en Buffett te praten. En toen hebben wij gevraagd om dit biljet te ondertekenen. En wij denken heel leuk aandenken aan die meeting en überhaupt dat we eens een keer hebben gesproken. Het lijkt helemaal niet gerelateerd, maar het is een prachtig boek over Engelse tuinen. Soms als je een tuin creëert in de lente, dan zijn er heel veel verrassingen in de jaren daarna. Sommige dingen doen het helemaal niet, sommige doen het waanzinnig mooi. Een investeringsportfolio is soms vergelijkbaar. Je hebt een aantal investeringen, sommige doen het heel goed, sommige niet. Ik denk dat als ik geen investeerder zou zijn, dan zou ik waarschijnlijk een landschaparchitect zijn en tuinen ontwerpen. Er is één boek hier verderop die ik nog wil laten zien. Buffettology. Dit boek kreeg ik toen ik 16 jaar werd op mijn verjaardag. Ik ben het gaan lezen de volgende dag in de bus van Zeist naar Utrecht, naar vioolles. Ik kan me herinneren dat ik me helemaal niet meer goed kon concentreren tijdens die vioolles, omdat ik zo met deze stof bezig was. Het was een soort moment voor mij dat ik dacht, oké, hier wil ik wel wat mee doen. En die interesse is toen gewekt en over de jaren daarna enorm gegroeid. Dus het is nog altijd een speciaal boek voor mij. Het is inderdaad veel Buffett, heel veel boeken over Buffett. Het blijft inspirerend en houdt ook wel een beetje je voeten aan de grond. Want we hebben zo'n focus op technologie en machine learning en start-ups. En dit is zo fundamenteel dat eigenlijk zou ik elke dag één pagina moeten lezen. Dus net als mediteren of naar de kerk gaan. Gewoon even een rustmomentje inbouwen, terug naar de basics. Mijn opa die werkte in eerste instantie voor zijn vader, maar hij was de jongste zoon. Dus zijn vader was voor hem ook aan het kijken, wat is nou een goede zet voor jou in je carrière? Destijds was de grootste technologische ontwikkeling was gaande in Detroit omgeving in Amerika, bij de grote meren, waar heel veel industrie aan het opkomen was, waaronder ook de auto-industrie. Op jonge leeftijd is hij die kant op gegaan. Daar heeft hij een aantal jaren gewerkt in het lab bij Henry Ford. En destijds waren alle auto's zwart. Mijn opa dacht er anders over. Die had een techniek ontwikkeld om snel drogend lak te ontwikkelen. En toen Henry Ford zijn salaris van $4.80 per dag niet wilde verhogen, toen dacht hij, nou, dit is een goed moment om te gaan ondernemen. En zijn eerste klant werd Henry Ford. Dus voor Ford werd het op die wijze ook mogelijk om auto's in kleur te verkopen. Dat was zijn eerste product. En daaromheen heeft hij toen een bedrijf gebouwd in andere lakken en plastics. Hij was een heel interessante man, niet alleen op businessgebied, maar ook heel geïnteresseerd in heel veel verschillende dingen. In muziek, cultuur, onderwijs. Hij had eigenlijk altijd een visie dat hij iets heel groots wilde neerzetten, maar ook iets groots wilde doen voor de wereld. Dus hij was in zijn tijd een van de
filantroop op het gebied van muziek en cultuur. En waar het op neerkomt is dat het grootste gedeelte van het vermogen wat hij zelf heeft opgebouwd, heeft hij ook weer zelf weggegeven. Het belangrijkste wat hij eigenlijk heeft achtergelaten voor de generaties na hem is de motivatie. Je ziet heel vaak dat generaties na iemand die heel succesvol is geweest, dat die minder succesvol zijn en ook soms gedemotiveerd zijn omdat alles er al is. Ik denk dat mijn opa altijd een grote inspirator is geweest voor mijzelf, maar ook voor mijn broer en in ons leven. Omdat hij vanuit heel weinig iets heel groots heeft neergezet, maar op een wijze die ook heel integer is geweest. En voor mijzelf heeft het betekend dat ik ook wist op jonge leeftijd dat ik ook wilde gaan ondernemen. En ook, ja, het hoeft niet iets vergelijkbaars te zijn, maar wel iets moois op te bouwen. En dat heeft toch wel een bepaalde drive, geeft het mee. Ja. So many things have changed since then. I mean, you know, we can't even imagine life without companies like Spotify or Uber or WhatsApp in our daily lives. How has your investment kind of thinking changed over the last 10 years? Yeah, the focus has changed a lot. We're much more focused on companies that can achieve huge scale, can show exponential growth. So our focus has shifted naturally more to technology-based companies. I think that's the new value investing. Mm-hmm. Because value investing is, in fact, as Buffett reminds us, value investing is having a view that the present value is discounted relative to the future. Exactly. And we take a 360 degrees view on the markets, public and private. So we invest seed capital in young businesses, and we invest in shares of $1 trillion market cap businesses. So earlier we talked about your interest in private companies as well. Maybe talk a little bit about your interest as a kind of an early stage or technology investor in private companies and what you've learned there and how you've been able to take some of that experience and apply it to public company investing. I think we learn a lot from our founders. We in the same WhatsApp groups with them, you know, hearing their thoughts about what cloud to use, information about the frontier of machine learning. So it's really interesting. I think we can apply that knowledge of young technology businesses to our public investments, where we learn about things about Amazon or even Azure or Google from those young companies, actually. An example is Tim. Founder of Aiconic, his machine learning company, gives us a lot of insights about machine learning and artificial intelligence. So I was actually introduced to Georg through a mutual friend of mine, Tucker Cohen, who I respect a lot as a researcher. And he knew that I was about to start a company. And I met Georg for a cup of coffee to just kind of touch base and see, hey, you know, does this click? Does this make sense? And frankly, there was just a positive vibe from day one. He has a very unique way, I think, of looking at the world and basically assesses situations from a completely different point of view than I do, which makes for a very fruitful conversation. He basically said, hey, I think you can build a great company. I believe that you have the potential to do that. So I'm going to take a very hands-off approach and kind of let you run the ship the way you think it should be run, which is awesome. There's no short-term pressure to exit or to have, you know, a large return in the next year or two. They really have a long-term focus and want to be part of building a great company and not just a short-term return. Cheers. Then our, I would say, business relationship is as following. Georg thinks about the world at large. I think he spends like 10 hours a day reading, which is something that Buffett does, that Gates does, and I think he models some of what he does after these guys, which is a pretty good idea. And with Martin, we have a different relation, also very positive. Martin has a very rich experience working as a lawyer at some of the top firms in the Netherlands, such that
the various legal issues and questions that will necessarily arise being a startup, he's able to just answer. And that takes away a lot of stress and brings a lot of stability, which I don't think all startups have the luxury of having. So it's really like having two extra team members that just take a very hands-off approach. It's really spectacular, honestly. So I would say very positive. We investeren zowel in grote als kleine bedrijven. De omvang van de onderneming maakt ons niet veel uit. Soms kan je het vergelijken met kleine schildpadden als ze uit het ei komen en ze gaan naar de zee. Heel veel worden door vogels gegeten. Eenmaal in de zee, heel veel worden door vissen gegeten. Maar als een schildpad eenmaal volwassen is, dan heeft hij een hele lange levensverwachting. Tientallen jaren, sommige soorten meer dan 100 jaar. Dus waar wil je in investeren? In de jonge schildpad of in de oude? Maakt niet zoveel uit. Het risico is verschillend en het maakt uit wat voor prijs je ervoor betaalt. We maken eigenlijk nauwelijks beslissingen op basis van macro-economische ontwikkelingen. We kijken ernaar, maar negeren ook wel veel van het dagelijkse nieuws. Ik denk als je de krant zou openen van de laatste 100 jaar, dan is iedere dag staat er iets in om je zorgen over te maken. De kranten van de komende 20 of 30 jaar is precies hetzelfde. Ik denk dat je vooral naar de ondernemingen moet kijken. En de meeste van het politieke macro-economische nieuws kan negeren. Het is gebaseerd op vertrouwen die wij in de onderneming hebben. In hun aanpassingsvermogen, in management en de oprichter om die onderneming aan te passen als de wereld verandert. We know that the greatest investors benefit from creating the right ecosystem of like-minded people to share ideas with and talk through things from time to time. I know that we've shared a number of ideas over the years and both have benefited from that, just having a different perspective. How do you think about Guardian's ecosystem and the role that that's played in your success? Well, it's wonderful to work with people you respect and that inspire because they share the same values and have a good mindset. When I started the fund 10 years ago, I thought I would work alone for most of my life. And then I met those great people. Felicia came on board, Martin came on board, and now we have a really nice team and it's fun to work together. I think whatever works, and for us it works really well this way, sharing ideas with each other and really looking forward to work with these people in the next decades. Als je samen iets begint, maar je kent elkaar nog niet, dan weet je van tevoren niet hoe dat zal gaan. Maar dat bevalt heel erg goed. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik Georg een enorme, integere, slimme, fijne partner vind hierin. Nou, ik denk dat we allebei het idee hebben dat we niet beleggen in de beurs. En dat als mensen zeggen, ja nee, dat is niet echt mijn asset class, ik beleg liever in private equity, dan denken wij meer van, en dat denken wij ook echt allebei, we beleggen allemaal in bedrijven. En of het sentiment nou heel goed is of heel erg dat alles heel erg naar beneden is, dat wil niet per se zeggen dat het bedrijf het minder goed doet. Dus dan, op beursklimaat heb je hebt vele voordelen, je hebt misschien ook een nadeel, je hebt geen zeggenschap. Maar de voordelen zijn wel, je hebt liquiditeit, je kan bijkopen op de dip, er is heel veel transparantie en dat heeft ook heel veel voordelen. En iedere dag is er weer heel veel nieuws en dat maakt het ook heel interessant. Value investing has long been associated with investing in mature companies. How do you feel this is changing? I feel nowadays most value is actually can be found in tech-driven businesses because nowadays companies are so scalable. People IPO, go public, and become such huge companies. And I think in the 70s and the 60s, it was easy to measure the value of companies in their plants and their production facilities. But nowadays, I think most value is actually hidden in the intangible factors. You know, for example, the culture, the DNA of the company, the software, their algorithms. And it's very hard to measure.
So it's actually, I think the job of investing has become more interesting actually, because it's in the intangibles. Right. And it's about growth, and it's about the future. And, investors need to be able to be successful. You have to be able to understand where a company is going, more so than where it has come from. Yes. It seems very easy to miss the secret sauce of a company because it's often something you cannot measure. Jeremy, what would you say is a recent example of a company where most people miss the secret sauce? Ah, okay. Turning it back to me. Well, that's a good question. Actually, I was recently reading an article about Domino's Pizza. From what I remember, the article said that the company is up over 4,100%, including dividends, since it went public in 2004. And the secret sauce of Domino's was its ability to position itself for the future ahead of its competitors. It was the first large pizza chain to have a website, for example, and I believe in the mid-90s, maybe 1996, 1997. And then it was the first company from there to pivot into online mobile app delivery. You're absolutely right. I think back in the day, nobody ever thought anybody would ever order a pizza online or via an app, right? That's right. And I think the restaurant analysts at the time just saw it for a pizza company. And they had really strong opinions on cheese prices and pepperoni prices, but they really missed the big picture. And it seems like it's really outperformed over that period. It is a survivor and thriver. What do you think the next Warren Buffett will look like, and how will he or she invest over the next 70 or 80 years? One has to have a focus on companies that go to the stock market, scalable companies, technology companies, because I think what people miss is that a lot of people believe that the people get rich by investing very early stage in startups, but the risk is very high. And I think most absolute dollar value is actually being created by most companies after they IPO, after the stock market. Look at Facebook, look at Google, look at Amazon, look at most companies. Don't you think that even the worst business model is actually the venture capital? Yeah, it probably is. That, they have to sell their winners at the IPO. They own all these private businesses and also the losers, and they have to sell the winners. So sometimes we feel there's an opportunity to, after the IPO, buy the shares, and I think you have to own the shares for a very long time. And I think that most people don't realize that the vast majority of economic wealth creation or value creation for successful companies is done after the IPO. So back to your question, the next Buffett, I think Buffett is very, everybody associates his philosophy with investing in alt economy companies or consumer goods companies. I think the next one has a huge focus on technology-driven companies. Ja, we kijken over Amsterdam. In de verte zie je de Zuidas, het financieel district van Amsterdam. Alle banken, advocatenkantoren. Wij vinden het eigenlijk heel fijn om op afstand daarvan te werken. In ons rustige kantoor in Amsterdam. Maar ook in de bergen in Oostenrijk. Die afstand merken wij is belangrijk voor concentratie. Maar ook helpt om een lange visie te hebben, langjarige visie. En ook om alle afleiding die steden genereren, gesprekken over het laatste nieuws, om die allemaal een beetje te negeren. Een goed voorbeeld is de crisis van 2008-2009. Iedereen was in paniek. Iedereen staarde als konijnen in de schermen. Alle beurzen daalden. En toen besloot ik om hier naartoe te komen. En zodra ik hier was, was ik al die stress vergeten. En konden we vanuit een heel lang perspectief naar bedrijven kijken. We hebben toen belangen gekocht in ondernemingen die we deels nog steeds hebben. En ik weet zeker dat als er in de toekomst weer een crisis is, dat ik weer hier zal zijn. De plek geeft automatisch een lange termijn perspectief. De muren hier van veel gebouwen zijn 5-6 meter dik, staan er al 1000 jaar. Het is heel makkelijk om hier de waan van de dag te vergeten. En 5 of 10 jaar voelt hier eigenlijk al als korte termijn. Ik denk dat rust heel belangrijk is. En ik denk dat ook bijvoorbeeld voor andere investeerders zoals Warren Buffett, dat het heeft bijgedragen aan zijn succes. Om niet in de hectiek van New York te zitten, maar in Omaha.
Op een plek waar hij ook rustig zijn beslissingen heeft kunnen maken. Op een onafhankelijke manier. When Johannes Sebastian Bach wrote his music, he created wealth. A person produces wealth when painting an artwork, when writing a good piece of software, or even when building a garden. I think ants and bees, they have wealth. Entrepreneurs and businesses produce what people want, and therefore they also create wealth. We love to work with creative and intelligent people who create and grow businesses. And why? Because it's a lot of fun to be together with those teams. Let me ask you one more question. What advice would you have for a family looking to invest for the next generation? Well, I think that investing is not so much about knowledge. It's not about knowing specifics of finance. It's really about behavior. I think if you just own a basket of good companies and own it for a long time and don't sell it, you'll probably do very well. All right. Well, thank you all so much for being a part of the podcast.